Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 22 september van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een zwakke storing. Die ligt boven het westen van het land, zorgt vanochtend voor veel bewolking en lokaal een enkel buitje in het westen en een temperatuur van 15 graden. In het oosten en midden schijnt vanochtend de zon geregeld en blijft het waarschijnlijk tot de avond op veel plaatsen droog. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden en de wind is zwak tot matig vanuit het zuiden tot westen. Vanavond is het op veel plaatsen droog en koelt het af naar 14 of 15 graden en vannacht ontstaat mogelijk mist. De mist zien we morgen in de vroege ochtenduren, maar in de middag schijnt de zon geregeld en wordt het 17 tot 19 graden. Zeer lokaal kan er een enkel bui vallen, met name in het noordoosten. Zondag in de vroege ochtenduren ook lokaal nog mist, in de middag geregeld zon en 19 tot 21 graden bij niet al te veel wind vanuit het oosten. Maandag en dinsdag blijft het rustig en droog herfstweer. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.